Hofman. Krijgt de vrije trap tegen. Of mee? Mee dus. Klemmen van de bal van Heinzen, dat zou kunnen. Indirecte vrije trap dus opnieuw voor Roda. 20 minuten gespeeld. Hofman. Valks voor Vrezer. Groenendijk kan ook goed koppen. Van Loen in de tang. Groenendijk met drie PSV'ers. En dan is er plotseling Henk Vrezer. En die opent de score voor Roda. Weer die dekselse Henk Vrezer. Net als zondag tegen MVV. PSV krijgt achterin die bal niet echt lekker weg daar. Groenendijk tegen vier PSV'ers. Dan in de kluts van Loenen met een beetje toeval komt hij dan bij Vrezer. Die niet aan de goede kant gedekt wordt. En dan is het raak. 0-1. Tempo gaat omhoog bij PSV. En dat ontbrak er het eerste half uur aan. Tempo en balsnelheid waren te laag. Paulsen. Gerets. Paulsen weg. Maar Vrezer is natuurlijk ook geen schildpad. Die is ook heel snel. Heinze legt een pantafel op Van Loen. En die heeft 2-0 op de schoen. Wat een blunder van Jan Heinze. En wat is John Van Loen blij. Jan Heinze, opgejaagd door René Hofman, begaat een kapitale fout die op dit niveau gewoon niet mag, niet kan. En Van Loen speelt Nederburg uit en brengt Roda op 0-2, 10 minuten voor rust. Kieft, weer met Verhagen. Kieft. En hij mist. PSV in nieuwe outfit. Presentatie voor eigen publiek van dit seizoen. Had zich die start heel anders voorgesteld. Vanenburg. Met de trucendoos. Van Aarde nu met de kans. Nou moet hij er toch in en weer dus niet. En dat hebben de PSV'ers toch aan zichzelf te wijten. Gebrek aan scherpte voor het doel. Groenendijk weggestuurd door Hofman. Veel variatie ook in het Limburgse aanvalspel. En ook jongens die met de bal wat kunnen. Groenendijk bijvoorbeeld. Hansen. Trost. Zoekt Van Loen, die krijgt een setje. Heinze trapt bijna in eigen doel. Hofman 0-3. Jongen, wat een sensatie hier in Eindhoven. PSV verdedigend helemaal door het luik. Hoe is het mogelijk? Trost legt die bal goed terug. Dan krijgt Van Loen een setje. En is Heinze helemaal de kluts kwijt. En knalt Hofman hem in het kruis. 3 minuten voor rust. En een afstraffing voor PSV dreigt. Groenendijk, Van der Waard. Achter Heinze langs. Nu naar de achterlijn en die bal terugleggen op Van Loen. Gerets is er. Van Aarle. En die maakt tempo. En tempo, daar is PSV bij gebaat. Kieft rechts. Schillhaus is in de ploeg gekomen. Die staat in het centrum. En daar is hij koppend. Die kleine Bossenaar Hans Schillhaus. Die even naar Feyenoord leek te gaan vorige week. Maar toch nog in Eindhoven is gebleven. Lerby, Paulsen die nu links speelt. En Govanets is door Hiddink geofferd. En niet Heinze, zoals werd gedacht. Van Aarle met de kans op 3-1. En daar is hij. En zo komt de spanning toch weer terug in de wedstrijd. Door Berry van Aarle. 5 minuten in de tweede helft. Vanenburg zag hem. Even was de dekking weg bij Roda daar in dat blok. En wat voor rust niet lukte, lukt nu wel. 1-3. Gerets weet zelf ook dat hij een vrije bal tegen krijgt. En Roda aarzelt niet, het stuurt Van der Waard weg. Hofman komt helpen. Oh, en die heeft 1-4 op zijn schoen. Oh, wat een goal, René Hofman. Wat een beauty. Het begon bij die snelle vrije trap.
En Van der Waard die Hofman aanspeelt. Die stuurt Heinsen het bos in. En kegelt Jan Nedenburg de bal om de oren. 1-4, 12e minuut, tweede helft. Dat kan PSV denk ik nooit meer ophalen. Een half uur nog heeft PSV. Kieft. Smits was er, maar Verhagen neemt geen risico. Die schatte de situatie goed in. Maar die was in het voordeel van Kieft. Kieft. Hansen wint. Speelt slordig af, Heinze. Daar komt Van Aarden weer. En die scoort zijn tweede treffer. En zo is het 2-4. Wat een wedstrijd. Onvoorstelbaar. Ongelooflijk ook hoe dat Roda twee keer kan overkomen. Twee keer de dekking links achterin op Van Aarle verwaarlozen. En zo kan je PSV terug naar oude waarden. Met Van Aarle als een favoriete rechterkant. En hij heeft voor de tweede keer succes. Maar Roda mag zich dit aantrekken. Vanenburg gokt weer op die tweede paal. Maar daar is Verhagen. En die kan goed koppen. Kijk eens wat een tempo Gerets hanteert. Van Loen is er achterin. En daar trapt Verhezen de bal van de doellijn. Vanenburg, Lerby, die mist. En als Roda nu goed oplet, kan het dodelijk uithalen. Met Van der Waard en Hofman. Hofman. Groenendijk geblokt. Door Van Aarlen en door Gerets. Ah, dit is een fantastische voetbalavond in Eindhoven. Waar Van Aarlen zich even vergeet. Maar alles blijft binnen de perken. Lerby. Kieft, 3-4. Heel even ontsnapt hij aan de bewaking van Fraser. En het verschil is nog één. Goeie paas van Lerby. En let op hoe Kieft Fraser verschalkt. Of hoe Fraser mistast. Nog 20 minuten.